Een gezonde voeding tijdens de pandemie is aangeraden. Hoe bouw jij je weerstand op? Wat eet je allemaal om gezond te blijven? In deze editie geeft diëtiste Wendy Sumodiharjo u de juiste adviezen. Ook werd er vandaag een spoedpersconferentie belegd door de politie voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de digitale registratie en dispensatie. Welkom, dit is het COVID-19-journaal voor vandaag. Op het terrein van het 's Lands Hospitaal vond vandaag de overhandiging plaats van onder andere medische spullen zoals mondmaskers, handsanitizers, rolstoelen, tablets en nog meer. De donatie komt van Lions Club Paramaribo Central. In het kader van COVID-19 en het voortreffelijk werk van onze gezondheidsminister werden de eerste spullen persoonlijk aan de minister overhandigd. Minister, namens de Lions Club wens ik u een tablet te overhandigen. Ja. Voor uw voortreffelijk werk, ook in het kader van COVID-19. Gaat u zo door en we blijven jullie ondersteunen. Dank u wel. Ik denk dat ik zo meteen een kort gesprek heb. Maar alvast bedankt. Prima. Dank u wel. Minister Amar Ramadine stelde gesten zeer op prijs, vooral in deze moeilijke tijd welke de zorg doormaakt. Hij spreekt daarom zijn hartgrondige dank uit aan de Lions Club Paramaribo Central. In deze tijd van COVID-19, maar ook nog los van COVID-19 hoor, ook de moeilijke tijd welke de zorg doormaakt, met name op het financiële vlak, is het altijd meer dan welkom dat je ondersteund wordt. Vanuit organisaties, sociale organisaties, zo ook. En ik weet dat Lions al een hele poos bezig is, altijd al. In de laatste tijden ook nog meer. Met COVID-19 is er een verhoogde behoefte ontstaan. En uw initiatief is prijzenswaardig, maar ook uw inzet is zeer erg gewenst. En wij zijn erg blij. Dat uw organisatie de gezondheidssector in deze tijd bedenkt met de broodnodige zaken die nodig zijn. Soms staan we niet bij stil, maar die simpele thermoscan of die simpele gezichtsmasker, mondmasker, vormt eigenlijk de basis van het werk. Alle andere zaken, daar kan je mee gaan improviseren, maar als je bepaalde randvoorwaarden niet hebt, kan je niet werken. En het maakt het voor de frontlinie met name in de praktijk heel erg moeilijk om op een verantwoorde wijze te werken zonder de nodige broodnodige zaken. En het klinkt gek, maar simpele dingen als sanitizer en alcohol waarvan we uitgaan, dat moet je wel in staat zijn te kopen, is er soms niet. En we zijn heel erg blij dat uw organisatie continu, want ik heb ook begrepen dat jullie gewoon doorgaan en dat het dit continu werk is. En uiteraard is deze regering blij dat de organisaties blijven ondersteunen. We hebben een COVID-noodfonds op papier. U hebt ook gehoord dat de regering niet monetair wil financieren. Dus we hebben de mogelijkheid, maar als we geld zouden willen pompen erin, echt geld, dan moet je gaan monetair gaan financieren. En u weet wat de gevolgen zijn van monetaire financiering. Dus wij proberen met de nodige en de aanwezige middelen alles te doen wat we kunnen doen. En uiteraard is uw ondersteuning zeker welkom en zal het een zeer essentiële bijdrage leveren aan de bestrijding van COVID in Suriname. Olivia Lialing, de secretary in de club, geeft aan dat de Lions altijd mensen in nood helpt, vooral tijdens deze pandemie. Zij geeft aan wat de donatie allemaal inhoudt. We proberen altijd de mensen in nood te helpen. We krijgen vaak, en vooral nu in deze tijd van COVID-19, daar krijgen we vaak aanvragen voor. Soms simpele dingen, alcohol, thermoscans, mondkapjes. Dus in dat kader hebben we geprobeerd deze donatie te doen. Maar we hadden ook een aanvraag voor een donatie van een koelkast voor de kinderafdeling. En in ons project, een van de doelen van Lions is om de focuspunten childhood cancer. En het is deze maand, 15 februari, is het Childhood Cancer Day. En in dat kader hebben wij dan ook de kinderafdeling waar kinderkankerpatiënten worden behandeld. We hebben een koelkast geschonken waarin er chemotherapie kan worden opgeslagen. En een koelbox
waarin er ook dus het kan worden vervoerd. Ik neem aan binnenshuis. En daarnaast hebben we ook alcohol en zo gedoneerd. En proteïnedrankjes, die hadden we uit Nederland gekregen. Want we worden vaak ook uit het buitenland ondersteund. Dan krijgen we proteïnedrankjes of noem maar op, die rolstoelen. En in dat kader hebben we dus die donatie kunnen doen. Een gezonde voeding behoort ten alle tijden tot een gezond levenspatroon. Vooral tijdens de COVID-pandemie moet er extra goed gelet worden op wat jij naar binnen krijgt. Hoe bouw jij je weerstand op? Wat wordt verstaan onder een gezonde voeding? In dit journaal geeft diëtiste Wendy Somodiharjo u de volgende adviezen. Goedendag, mijn naam is Wendy Somodiharjo en ik ben diëtist van beroep. En vandaag gaan we eigenlijk praten over wat u eigenlijk zelf zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat u in een algehele goede toestand kunt zijn gedurende deze COVID-periode. Maar voordat ik verder ga, dit interview is in een hele veilige omgeving. En voor mezelf vind ik het echt lastig om met een mondkap te praten. Dus ik ga wel mijn mondkap weghalen en de interviewers die hebben wel hun mondkap op. Tada. In deze periode van COVID zitten natuurlijk een heleboel mensen met vragen over hoe moet ik gezond eten, waarop moet ik letten. Maar los van gezond eten zijn mensen ook vaak niet in een goede gemoedstoestand. Men stresst gewoon om de situatie. Financieel hebben mensen dat ook moeilijk. En dan is gezond eten of een gezonde leefstijl hebben is dan vaak een beetje ver van mijn bedshow. En in mijn beroep is het daarom ook heel mooi om mensen te coachen, kan ik zelf zeggen, om met een heel klein budget toch gezond te eten. Tegenwoordig moeten we natuurlijk ook letten op zaken zoals zoet en vet. Omdat in Suriname weten we natuurlijk ook dat heel veel mensen overgewicht hebben, andere aandoeningen zoals diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten. Dus voeding speelt echt een cruciale rol. Willen we ons immuunsysteem, en dat is dus een heel deftig woord voor onze weerstand, eigenlijk boosten, maar ook natuurlijk onderhouden, op peil brengen. En het begint eigenlijk met keuzes maken, toch? Wat je vaak hoort van familieleden of kennissen of cliënten zeggen, ja, maar mevrouw Wijn, gezond eten is zo duur, het kost zoveel, dat red ik niet. Maar het begint bij hele simpele dingen. Is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat doe je aan boodschappen, toch? Maak een boodschappenlijst en kijk gewoon wat zijn de basisdingen die je in huis moet hebben. Met of zonder total lockdown, toch? Een van de dingen wat je als basis zeker moet hebben is bijvoorbeeld groente. Groente is het eerste wat je in huis moet hebben. Daarnaast moet je dat aankleden met iets dat je vult. Nou, de meeste mensen eten rijst. Rijst is niet slecht, maar het is vaak hoeveel rijst eet je, toch? Vaak eten we een hele touw rijst. En soms laten we de groenten omdat we dat niet lekker vinden of omdat we geen tijd hebben gehad om groenten te kopen of omdat het heel lastig is, want dan moet je alles plukken. Maar als je dat goed voorbereidt, net als hoe we nu de afgelopen periode moeten voorbereiden op een total lockdown, dat je niet last minute dingen gaat kopen, dan kan je dus echt wel een goede maaltijd, een gebalanceerde maaltijd eigenlijk nuttigen. We noemen dat ook meal preppen, zeggen we dan. En zeker als je ook nog werkt, en sommige mensen hebben misschien twee banen, sommige mensen moeten dan, ik denk bijvoorbeeld aan de zorgverleners, in direct contact met cliënten, die dan soms onregelmatige diensten hebben, dan is het echt ook heel belangrijk om een stukje voorbereiding te doen. Dus eigenlijk boodschappen halen, ook bewust, mindful boodschappen halen. Dus groente is het eerste. Het tweede is dus een zetmeelbron, rijst. Maar je kan dus ook cassave eten of bananen, toch? Dingen die we planten, toch?
Tegenwoordig zie je heel veel mensen ook langs de weg hun koopwaar verkopen. En dan kan je makkelijk een handje bananen halen of wat cassave of misschien zelfs planten. We zien ook dat mensen daar iets bewuster mee omgaan en zeggen van hé, ik doe een cassave stok in de grond. Het duurt wel even een aantal maanden voordat de cassave is, maar je kan beginnen waar je bent. Dus dat is het stukje gezond eten, kost een stukje planning. En als je plant, kan je ook budgetteren. Je kan ook zeggen van, hé, ik heb per week heb ik maar 200 SRD heb ik ter beschikking voor mijn gezin van 3 mensen of gezin van 4 mensen. Dat klinkt echt heel weinig, maar als je dat uitzet, is het zeker te doen, toch? En je hoeft niet elke dag kip te eten. Want men denkt van ja, maar dan moet ik elke dag kip eten. Maar er zijn ook andere bronnen die dus kip kunnen vervangen als je zegt van gezond eten. Denk bijvoorbeeld aan peziesoorten. Toch? Mensen die vegetariër zijn, die kiezen bijvoorbeeld pezi, bruine bonen, witte bonen als een eiwitbron. Dat is een hele goede eiwitbron. En het is echt geen ramp als je 1 dag geen kip eet of vis eet. Toch? Je kan pezi of bonen goed vervangen en het verwerken in je maaltijd. Waar we ook aan denken als we praten over gezond eten, is ontbijt. En dat is de grootste bottleneck van de meeste mensen. Dat wanneer je de dag begint, vaak dat men zegt van ja, maar ik heb geen honger zo vroeg. En dan, oh, dan moet ik brood eten. Nou, het is niet nodig om te kiezen voor brood, maar het is wel belangrijk om uiterlijk een uur na opstaan iets te nuttigen. En het iets kan beginnen met een glas water. Sommige mensen zetten een beetje lemmetjesap erin, anderen die drinken gewoon een glas warm water, anderen nemen een kopje thee of drinken een kopje koffie. En dan iets dat u wat brandstof geeft, energy. Want je hebt energie nodig om de dag te starten, om eigenlijk te doen wat u moet doen. Wat kan je kiezen in deze tijd om te ontbijten? Het meest gangbaar is brood. Maar niet iedereen houdt van brood. Brood met kaas, brood met pindakaas. Want zelfs die belegsoorten zijn tegenwoordig heel duur. Je kan gewoon ook een stukje gekookte banaan nemen met een gekookt ei of gekookte banaan met wat groenten en een stukje vis. Wat u hebt, toch? Eet een kleine maaltijd. Het moet geen grote tawa zijn, want als je grote tawa eet, dan kan je ook moeizaam op gang komen, omdat lichaam moet die maaltijd dan verteren. En voordat je dan op gang komt, heb je echt het gevoel van, weet je wel. Maar een kleine maaltijd, een stukje banaan, gekookt ei, wat groenten, is ook een goed ontbijt. Andere mensen vinden pap lekker. Tegenwoordig, als je in de winkel loopt, zie je bananenmeelpap gemengd met rijstmeel. En dan kunt u zeggen, ja, maar mevrouw Wen, ik kan niet tegen melk. Ik ook, ik kan niet tegen melk 's morgens, want dan krijg ik last van mijn buik. Maar je hoeft die pap niet met melk klaar te maken. Je kan het gewoon met water kan je het klaarmaken. En natuurlijk met wat smaak. Je kan vanille, assans erin doen, kaneel kan je erin doen. En het zo eten. Je hoeft het niet per se met melk te eten. En dan heb je natuurlijk het avondeten. We zitten al heel lang in een periode waarbij avondklok is 7 uur. Je komt thuis van je werk, je bent moe. Sommige mensen eten dan pas een warme maaltijd. En wat gebeurt er vaak in ons lijf? Dus als je de hele dag zo bezig bent geweest en niet goed hebt gegeten, dus bijvoorbeeld je hebt je ontbijt overgeslagen of je hebt niet geluncht en je eet dan een warme maaltijd 's avonds, op zich is dat helemaal niet slecht. En je bent dan in een rusttoestand, dan ga je eigenlijk verlangen naar iets lekkers, na die warme maaltijd. En wij vrouwen willen dan vaak iets zoets. Maar je hebt het ook bij mannen die zeggen van, boy, ik lust echt iets lekkers. En dan kiest men vaak ook weer voor iets zoets. Past u daarvoor op? Want dat is dan ook weer een valkuil eigenlijk, om te zeggen van, I indulge myself. Ik verwen mezelf op iets lekkers, want ik heb de hele dag gewerkt. Maar het lichaam doet dan niks daarmee, want dan ga je slapen. Weer hetzelfde verhaal. Ons lichaam zal die suikers moeten omzetten in een veilige vorm. En gaat het omzetten in vet. Met het gevolg, over een maand bent u in kilootjes aangekomen. Dus let u daarbij op.
Vandaag werd er in de conference room van het Korps Politie Suriname aan de Duisburglaan een persconferentie belegd. Dit in verband met verstrekking voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de digitale registratie en dispensatie. Laten we beginnen door aan te geven dus dat wij ruimschoots de bekendmaking hebben gedaan. Dat we zouden overgaan tot het herregistreren van dispensatiehouders of houders van dispensatiebrieven, gevolgd door de registratie van nieuwe aanvragen met het oog op het aanpassen van de manier waarop de politie de controle zal doen. Er is gekozen om vanuit een digitaal bestand te controleren of degene die tijdens de lockdown momenten op straat mogen zijn. U weet dat dit alles te maken heeft met de COVID-pandemie die de wereld beheerst, die de wereldorde bepaalt. En de politie is het orgaan welke belast is met de handhaving van de openbare orde, welke nu wordt bepaald door, of voornamelijk wordt bepaald door, de regels omtrent de COVID-pandemie. Er is een COVID-wet in place, om het zo aan te duiden. De wet die te maken heeft met de uitzonderingstoestand. En de politie zet alle mogelijkheden in om die orde die er nu geldt te handhaven. We maken gebruik van het politiehandvest, welke de basis is. En daarnaast hebben we onze politiestrafwet, die ook ingezet wordt om die orde allemaal te handhaven. De herregistratieperiode is begonnen op 4 januari en zou moeten eindigen op 15 januari, waarna de nieuwe registraties zouden worden verwerkt. Bij de aanvang van deze onderneming, van dit traject, welke we samen met het Directoraat Nationale Veiligheid doen, hebben we dus wat voorinformatie gehad, met name over het bestand van dispensatiehouders, om dan een traject uit te zetten. In die fase hebben we dus die informatie gehad dat er 6.000 tot 8.000 man in het bestand was. Bij de registratie is echter gebleken dat we een aantal van meer dan 40.000 aanvragen moesten verwerken. Wat natuurlijk de nodige druk met zich heeft meegebracht. Maar we zijn nu op het punt waarbij de mensen die zich hebben geregistreerd zoals de instructies waren uitgevaardigd, nu online die bevestiging hebben dat ze in aanmerking zijn gebracht voor een goedkeuring van hun dispensatieaanvraag. Vandaag, vrijdag 5 februari, is de total weekend lockdown om 7 uur ingegaan en duurt tot maandagmorgen 5 uur. Blijf in je huis als jij niet behoort tot de essentiële diensten. En mocht het zijn dat je toch over straat bent, kust u de korte route. Hou er rekening mee dat ook dit weekend de politie actief zal zijn met de roadblocks. Ook de winkeliers moeten zich houden aan de regels. Nog op je winkel, want dat nog mag. Wij wensen u een rustige avond verder, maar vooral een goed en veilig weekend. We besluiten dit journaal met een muziekvideo van Sabroso. Tot maandag! Hadden jullie nog zo gewaarschuwd, maar jullie luisteren niet. Nu is het dus... Lockdown, lockdown. Doe maar lekker met ons mee. Lockdown, lockdown. Lockdown is plezier voor twee. Lockdown, lockdown. We hebben geen andere keus. Lockdown, lockdown. Was je handen vaak een stuk, minister-president. U heeft het nu bekend. U bleef het netjes vragen. De mensen bleven klagen. Corona.
Black Friday op zijn kop. We vliegen naar de zon en kijken niet meer om. Geen bombel en bagara, we smokken een sigara. Geen oru, ja, de feest, maar eten als een beest. Asana, Suriname, doe maar mee. Maximaal plezier voor twee. We hebben geen andere keuze. Melle zet het ook mooi mee. Wil jij ook snel uit deze lockdown? Hou je dan aan de regels?